Chuvi chuvi yo malo Napoli moro a era Napoli moro a era Iwaro yasa galgo mpaporo wararo opotono go Iwaro erobo nana makaine Mosaro wapodo samaro nye DTV maro Paporo opotoko e Panama togo ene togo onewala nana nicha powaye ero sulnyama ngana poda kayombo e Panama togo moyaro. Ja, goeiedag kijkers en luisteraars van DTV. Welkom bij deze aflevering van De Nieuwe Politiek. En wat u net heeft gehoord, dat heeft u mogen horen van de voorzitter Mark Lansu, de voorzitter van Sambura Woyopore. Dat heb ik goed uitgesproken, toch? Mark Lansu, meer bekend als Mark Langamang. Ja, Mark. Voorzitter van Sambura Woyopore. Juist. En hij zit hier niet alleen. Ook nog met, ja, dat kunt u zichzelf ook voorstellen. Ja, middag ieder. Ja, mijn naam is Marcelino Ligori. Ik kom uit een dorp, heet Alfonsdorp. Die is in Marowena. Ja. En u bent de coördinator? Ja, coördinator geweest voor Woyopore. Juist, want we gaan vandaag hebben het dus over dat jullie op een missie zijn geweest naar Trinidad. En wat zijn jullie daar gaan doen? Nou, het is voornamelijk zo dat we vorig jaar in oktober, of natuurlijk Suriname, wordt elk jaar uitgenodigd. Inheemse groepen worden uitgenodigd om natuurlijk de Heritage Week bij te wonen. Er worden heel veel activiteiten gehouden daar. Dat is 10 dagen lang. We presenteren dans natuurlijk, dans, eventueel ook cultuuroverdracht tegelijkertijd. En toen was Mark Lansu ook mee geweest. En toen heeft de president van de organisatie ons benaderd om hem als persoon dan uit te nodigen voor een workshop. En toen hebben wij dan hele goede afspraken gemaakt. Waardoor we zijn uitgenodigd in februari. Ja, we zijn een week terug, dus we waren voor 3 maanden uitgenodigd voor een workshop. Dus, ja. En Mark Lansu, die natuurlijk is hij bekend met Sambura. Hij heeft zijn kennis wat taal. Zijn taal, hij is taalmachtig, wat heel mooi is. We hebben ons taal kennisoverdracht gedaan, hij heeft zijn kennis van Sambura gedaan, natuurlijk ook dans, zang. En ook hadden we ook een lid van zijn groep, dat hebben we dan mevrouw Marianke, die klederdracht deed, inheemse klederdracht. En deze workshop hield in, natuurlijk cultureel overdracht, cultureel kennis, dan hadden we ook ook de professor uit Canada, dat heb je dan mevrouw Priscilla Setti. Zij deed haar kennisoverdracht ook natuurlijk. Hoe de inheemse leefwijzen zijn in Canada natuurlijk. Ja. Yes. En hoe hebben jullie het ervaren? Of jij was er ook bij, neem ik aan. Mm-hmm. En hoe heb je het ervaren eigenlijk om aan cultuuroverdracht te doen? Want is het de eerste keer of ben je al vaker geweest? De eerste keer dat ik ben gaan afreizen naar Trinidad om het bij te wonen was in 2013. Ik zat in een inheemse groep Wayuno. Ik deed aan dans, inheemse dans, Arawakse dans, want ik ben van Arawaks afkomstig. En ja, ik heb afgelopen, ja, ik kan zeggen 10 jaar, heb ik een presentatie gedaan, dans. Ja, zodoende ben ik meer in contact ook gekomen met de president natuurlijk. En nou, we hebben een hele goede verband gebouwd in die 10 jaren natuurlijk, de president en ik. Want in Trinidad,
Wat is daar aan, zeg maar, hoe ziet de inheemse bevolking daar eruit? Ik bedoel, okay. Van wat mm-hmm. doen ze? Waarom is cultuuroverdracht nodig? Oké, waarom cultuuroverdracht zo nodig is in Trinidad? Omdat tijdens de kolonialiteit heeft er genocide plaatsgevonden. Nou, met genocide dan bedoel ik ja, massamoord en al. Waardoor er heel veel stammen hun identiteit ook zelfs kwijt hebben. Je hebt heel weinig inheemsen nu zelfs in Trinidad die hun... Ze weten helemaal niets meer van hun traditie. Het is helemaal verwesterd en waardoor Santa Rosa First People Community, Chief Barrett Hernandez, hij is de, je kan zeggen de kapitein, en hij is tevens president van een organisatie die het initiatief heeft genomen om een inheemse organisatie op te richten. En natuurlijk heeft hij zijn moeite gedaan. Er was een samenwerking met Dominica en Guyana. Daar heb je dan de Arawakken, je hebt overige stammen. Die ook bezig waren om in Trinidad hun deel te doen, maar er ontbrak heel veel. Wat er zo ontbrak was het spiritueel gedeelte, taal. En bij inheemse, als je de taal niet spreekt, ben je het spiritueel gedeelte ook niet machtig. En een van de voorzitter van de inheemse organisaties in Dominica deed een voorstel aan de president van Trinidad, van de inheemse organisatie, dat hij in Suriname moet proberen. En toen kwam hij langs en toen kwam hij in contact met andere groepen voor ons, of voor mij althans, die hem hebben bijgestaan. En toen heeft hij gezien dat Suriname, de inheemse van hier, hun traditie, ik weet niet, ik kan niet praten over andere landen, bijvoorbeeld Brazilië, maar dat Suriname hun cultuur, hun traditie sterk hebben gehouden. Heel sterk hebben gehouden. En dat betekende heel veel voor hem. Waardoor Suriname een uitnodiging elk jaar dan kreeg. Om deze Heritage Week bijvoorbeeld ook workshops bij te wonen. Omdat Suriname tot de dag van heden Trinidad, de inheemse organisatie van Trinidad, hoog heeft gehouden en hoog heeft gebracht. Natuurlijk brengen we onze PI-man mee, de shaman natuurlijk, die hun deel daar doen, het traditioneel gedeelte, wat heel belangrijk is. En dat heeft gemaakt dat er ook heel veel deuren open zijn gegaan voor zo'n organisatie. En wat ik hier heb mogen ervaren is dat wij inheemse van Suriname, soms staan wij niet bij stil dat wij echt inheem zijn. We hebben heel veel, maar koesteren wij dat? Zijn wij bewust van onze krachten die wij hebben? En in Trinidad heeft Suriname dat bewezen. En velen zijn toen bewust geworden, of zij althans die daar zijn geweest, dus de groepen, Surinaamse groepen, inheemse groepen, hebben hun deel gedaan en toen hebben ze ook gezien, heel veel ook, dat zelfs een dorp van 13 hectare al is afgestaan aan de inheemse organisatie van Trinidad ook zelf. Dus wij kunnen het. Ja. Ja, dat is echt mooi om te horen zo. En meneer Mark Langeman, u zit in de uitvoering meteen. Wat heeft u daar zo al gedaan? Ik kan gewoon Surinaams praten. Oké, like fa usabi, mi e dominga cultura overdrag hier in Suriname. Natuurlijk ook aan de jongeren. Ik heb mijn groep Sambura Woyupore, mina a leider plus zanger. En ook toen. Voor mij zijn mee reizen ook toe mee naar Trinidad verleden jaar. En dan gaan we een culturele groep ook toe, Yukuyo Momaro, de Charmi. En ook toe Megi, een voorzitter ook toe, thanks dat ik toch tap zo'n fasie, agima motivatie voor Charmi, voor Luku Saipsa dape ook toe. En natuurlijk vandaar, we hebben ons ding gedaan, onze cultuur, hoe doe dat pe.
En het eindresultaat voor dat is, zorgt dat ik uiteindelijk dan ben ik gekozen voor een workshop, voor een workshop dat is voor 3 maanden. En natuurlijk, als je een geroepene bent, waarom niet? Dus ik moet mijn kennis overdragen, ook aan de inheemse vandaar. Dus dat zou dan achieve voor dat is. Chief Barat, de actie persoonlijk of ik kan de DAP die 3 maanden voor een workshop. En dan zou ik ja, moet doen. En dan zou ik doen een workshop. En dan heb ik 6 grote drums voor die man achtergelaten. En maracas. Omdat ik een inheemse Libi DAP. En het basis is eigenlijk voor op een dorp, dan moet je de basis hebben. De basis naar Sambura, Maraca, Krawasi en natuurlijk ook de taal. Maar, hoe heb ik dit aan dat toegang gedaan? Uchar van Suriname uit, Calabas plant, Kusewe plant, Kassava, Kassiri, Kassava plant en Marakassiri, Fuprandape. En hoe doet dit aan dat? Want dat zijn de belangrijke basisdingen voor zo'n sani. Iwanwa, inheemse dorp, die zijn de belangrijke sani. Oké, dus ze waren enthousiast. Sa, na zo'n droom en meki. Faye hole uit. Faye mek, faye potalia aan tapping. Faye potabuba tapping. En dat ben ik zo enthousiast gides malati. En misorde ook to fade meki, faai meki. Omdat misref en mek sambura, dan misref zorgen fa mi en mek mi sambura. Dus dan dat ik opsa. En dat ding is zo enthousiast. Misschien ik de suma de leergierig, de koluku. Zelf docenten, universiteiten, studenten. Koluku doe interviews. Sabi en me vier, me trots. Lekwa in heemse voor Sranang. In het bijzonder voor het dorp Galibi. Sabi en na dat peet. Mij hoor mij dorpen ook toe he. Sabi me temi awang san futaki metaki na mi na marak langamang fu Galibi. Isabi en Galibi if you tak fu Galibi na sumasay taken tal. En if you sap tak you tal that na you wapen. More ayara wat ata da iyai da pamacha ge mo yaro. Kara nana aura nana aura tere uyume moro de nana era barmo mada moro nana aura bosa papur wararo. What betekent dat? Moro yao, dat want ik a language a taal voor mij dat na a wapen sai charmi ala se. Fos mitak van vergadere dat pe auto metak vital eerst en daarna me vertalen sa metak. Dus a taal na wa belangrijk sani. Ik kan zingen voor je wanneer, maar te wansen maak ik actie over zij zingen. Als je nog maar taki over zij zingen, dan ben je niets. Dan leer je dat ding als het versje. Isabi. Dus dat nou een ding belangrijk zijn ook toen ze mij de suma dat. En ze hebben de suma dat op angri voor leren taal. En natuurlijk, mij doe ook toen mij leerde zijn apoko ook toen zijn betekenis voor apoko ook toen. Maar 3 moet natuurlijk als je toe gaat. Ja. Dus op dit moment, Trinidad Arima, achieve voor dat op 60 drum, Maraca, Krawasi, Moro Musco eten. Maar 3 moet eigenlijk als je toe. Maar het komt, het komt. Dat is goed om te horen. Ja. Dus ja, inderdaad, inheemse nemen tot in Trinidad over. Zeker. En inheemse vanuit Suriname nog erbij. Dat betekent toch wel wat, ja. Toch? Ze kijken eerder op ons neer. Want waarom, wat ik al eerder aangaf, taal is heel belangrijk. Nou, ze kennen hun basis, bijvoorbeeld gesaven brood maken, ketchup zelfs maken ze uit gesaven, heb ik ook gezien. Dat is voor het eerst dat ik meemaak, hoor. Dat is Guyana. En ja, en dan heb je dan Dominica. Dominica is ook meer vlechtwerk en al. Dat, ken ik, dat heb ik al ook in Suriname gezien. En ja, ze kijken eerder meer op Suriname. Er is dan een verzoek gedaan natuurlijk. De president wil dan een beetje uitbreiden nu.
hij me gevraagd als er inheemse groepen ook uit Frans-Guyana mee kunnen participeren. Ja, natuurlijk ligt aan zijn budget ook, dus die communicatie komt er nog. En we kijken ook uit voor volgend jaar dat Brazilië nu ook mee gaat doen. Een groep, niet een grote groep, maar slechts een klein groep uit Brazilië kunnen afreizen. Ook om hun deel te presenteren wat inheemse overdracht en cultuur betreft. Ja. Want kijk, we zijn in een moeilijke situatie. In het land verkeert in een moeilijke situatie. Hoe hebben jullie dat gedaan om naar Trinidad te gaan? Nou, natuurlijk heeft de president mij een verzoek gedaan. Hij vroeg me van als wij vanuit Suriname niet sponsors kunnen krijgen voor ons ticket. Want zij doen dan accommodatie. Accommodatie, daar is top. Transport is top. Dus daar worden wij heel goed... Plus voeding, ja. Wow. Dus we hebben het heel goed daar. En dat kost allemaal geld natuurlijk. En ik snap hem ook daarbij heel veel. En toen hebben wij dan sponsors gevraagd. We hebben sponsors van onze tickets gekregen. Natuurlijk niet het volledige. Maar het kwam precies de helft van Trinidad, zowel van Suriname. En daarmee ben ik wel alle, dus de leiders tevreden mee die hun handen hebben uitgestrekt voor ons nodige vraag. En we kijken uit meer natuurlijk dat de overheid van Suriname ook weetjes, wat meer aandacht wat dat betreft aan ons kan geven om ons bij te staan als het om zulke momenten speciaal gaat. Want het gaat niet per se alleen om onze cultuuroverdracht. Het gaat natuurlijk omtrent dat wij Suriname overdragen. Want overal waar we ook gaan in Trinidad, hoe is Suriname? Bijvoorbeeld, we deden de opening. Natuurlijk doet Suriname dat. Suriname doet de opening altijd op zijn inheems. Gebed, zang en dans doen wij dat. En wat mij alleen tot nu toe verbaast, is dat alle ambassades waren aanwezig. De hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig. Maar dat de Surinaamse ambassade niet aanwezig was. Snap je? En de ambassade van Mexico bijvoorbeeld, die was zo trots, want inschreef naar een Ingi toe. En hij is naar Suriname gekomen, afgelopen vrijdag vrijdagavond vloog hij terug naar Port of Spain. En hij heeft ook een verzoek gedaan voor zijn vertrek. Hij wilde graag ook ons ontmoeten. Ja. Dat hebben we bij Torarica gedaan, lekker geluncht met hem. Weet je, dan, dat doet je goed. Dat een ambassade, een vertegenwoordiger van een ander land, de inheemse van Suriname, weet je, echt waardeert. Maar de waardering van Suriname, als we de waardering bij de ambassade al niet vinden, wat betekent Suriname dan voor ons? Ja. Snap je? Hoe ziet men? Dan zit je dan met heel veel vragen natuurlijk. Waarom gaat men om met inheemse van Suriname zo om? Natuurlijk zit er heel veel erachter waarop ik niet in zal gaan. We laten het over voor de leiders natuurlijk. We hebben heel veel respect daarvoor, maar mijn deel, mijn taak natuurlijk is, ik wil de inheemse van Suriname een stapje hoger te brengen door bewustwording. En dat gebeurt allemaal in Trinidad. En ik ben tevreden dat ik een spontane groep die achter me staat, zoals hij. Dat is goed om te horen. Hoe zit het met cultuuroverdracht hier zelf in Suriname naar de inheemse groep? Cultuuroverdracht, daar heb ik het over. Dat met praxerie nog dat ik van a president voor Trinidad, a chief, a aba in zich, a praxerie voor overdracht, a cultuur voor Serana, go naar Trinidad. En hoe reizen go dat pe. Maar hier, waarom kan dat niet? Zijde, uno mando wan cultuur over bijvoorbeeld, me go naar wan dorpo, dan me leer den, ching, sambora, fumek poko ook toe. Het kan gebeuren, maar natuurlijk, ino kan doa sani, da, wagineri nanga watra, isabi, en dape waba overheid van odu. Maar nou je go na overheid, taki mi wan doa workshop, dape, da medele no de, dat is no de,
bijna een jaar lang is je verzoek, je aanvraag daarvoor zo aan zijn. Hoe verder? Dus daarom, mevrouw, dan met ik mijn initiatief voor een workshop naar Kabenda dorp. Mij naar kapitein Utaki Abratori DC. En volgende week zo kan we nodig uitbakken. Isabi. Maar ook toe aan orgade, ook toe bakken aan DC. En na een ook toe natuurlijk ook pot alles aan tapo papira. Isabi. Alles aan je moest tapo verslag moest maken ook toe. Isabi. Dus met ik een initiatief. Dus omdoen. Want even wacht die lanti nou, je hebt je dat wat aan om. Dus van hieruit, dat mij want tegen lanti ook te takken. Te onnulig ingi, brada nanga sisa, kong, nakna adoro filta, yo ma je puno. Vooral tap de cultuur zijn die zie. Cultuur overdracht nou een belangrijk zijn. Isabi dus. Nadat mij want charko na visie takken, mij want begin nou en trawiki, alles aan ou dit papier en we moeten beginnen. Er moet een begin zijn. Anders, no one dorp precies ook dit zo. En eigenlijk, nou een planning ook toe. Eigenlijk, alle dorpen, like van mij met Sambora daarbij. Mij wan met ook toe naar alle de dorpen go do a workshop. Ik kom met Sambora ook toe. Dat heeft elke dorp een eigen Sambora, een eigen culturele groep. Ja. Want no, if you make one Sambora, give yourself that you're sharing. Is te duur. Want a wroko sa yo wroka sambora. Kotak lifo endo, a bonka fado tapio, sneki kabetio, ika kocho ano nanga beitel, nanga stil. Liever, koudo we gesamelik. Daarom iwang, aksi gran lanti, te unu konayu, fu aksi de sandisi. Befo be Frans Guyana. Frans Guyana awan speciale budget gi de sandisi. Je go klop aan nou maar, hey, de meisje alles aan geu, je go doe je sani. Serana akan de ook dus zo. Dus na tap zo aan fasi betaal geu dat je a initiatief dat we beginnen kabenda dorp. Oké, dat is mooi vieren, maar zeiden dat de van noodu voor chara cultuur overdracht kon. Dat de van noodu a cultuur voor unu nom sterf, anom de van verlaten sani. Hey, want dat gebeurt daar eigenlijk. Dus voor Chara zijn dat ik daarom dat we aan de bezig in elke dorp voor mij de Sambora. Ik wil elke dorp een groep, vooral de jongeren. Want nu nog de jongeren schrijven, die willen mee. Maar zomaar op begeleiding, niemand. A cultuur noem dit, vooral die UNO, want UNO naar basis. Cultuur naar UNO, isabi. Dus, Amgodoro. Stel je voor mij de Tamara Moro, want trouwens samus de bakamino samchara a grupa Godoro. Want a Sambora sa a grupa abi a Godoro. If mi de trawe tek abara, trawe, nawa unik sandape. Ja. Dus vandaar taki a belangrijk taki a cultuur uit wisseling. Dus ons, dat belangrijk. Ja, want nono de. Wa organisatie Prins Bernhard Cultuurfonds kies money voor Nederland dat desma voor de nazaten voor de tot slaaf gemaakte kan doen een beroep dat wat zo'n money voor nodig op zo'n project. Hoe ben je op de hoogte van het project dat die? Dit is na voor het SMR kan de leiders van ons sabbasan die zien. Isabi kan de massap over sa aigo. Maar if de suma dat pot wat money gisteren voor de sand is, natuurlijk, dat me actie voor link. Mij naga de sand dat is voor de orga dat is, dan natuurlijk dat ook kan om de orga. Want asan samo doen de dorpo, lek van mij tegen ik ba, mij no kan er, mij nere dan watra, isabi. Te megwe, mij andri wam chi watra ook tu, isabi. Dus ala de sand dat van odo, dus mevrouw te was sande, lek van jou etagi unu. Link unu nanga de orga, dat we met contact isabi. Dus kade abe dekba, kade abe kandekba, maar unu no sabi. Dus dat nou wam de rol ook toe. Oké, misa linken op sowieso, misa student contactgegevens. Maar het is echt goed om te horen dat Suriname zo is vertegenwoordigd in Trinidad.
Wat is de volgende stap? Wat gaan jullie nog doen? Bedoelt u in Suriname zelfs? Suriname, welke activiteiten? Nou, activiteiten uitvoeren. Wat ik zelf heb gepland. We hebben nog Trinidad in schema staan. Dus dat is al volgeboekt. Wat wij willen doen, of althans, de president van de organisatie, Chief Barat Hernandez, die komt naar Suriname. En hij zal enkele dorpen ook bezoeken. En hij zal ze ook, weet je, nou, zij die vragen zullen hebben, wat nieuws willen leren, iets nieuws willen bijleren en zo. Kunnen altijd vragen stellen ook aan hem. Weet je, ook aan de leiders, dat is heel erg belangrijk. Maar voor zover van mij kan, is het enige alleen. Ik wil jongeren bij betrekken, voor oktober natuurlijk. Er gaan twee groepen, laat zeggen twee, drie groepen dit jaar. Of er meer komt, weet ik nog niet. Dus het hangt af van het besluit van de president nog. En dat is wat wij nog op schema hebben staan. Okay. Want waar jullie naartoe waren geweest was de First People Heritage. Ja, de First People Heritage Week. Oh ja, yeah, de First People Heritage Week. Zo heet het. Als Santa Rosa Festival noemen ze het ook, terwijl ja. En Sami vindt Moro ook te geweldig dat we een hele grote Hindoestaanse organisatie, Karuno Kona. Van president hebben gehad. Misschien kan ik erop ingaan. Ja, ik ga even tappen. Dat van de Hindustanen en de inheemse. In Trinidad, achter deze organisatie, de Santa Rosa First People Community, staat de Hindustanse vereniging daar heel sterk achter hun. Natuurlijk de overheid ook. Waarom doen ze dat? Waarom trekt de Hindustanse organisatie dat inheemse ook erbij, bij alles? We hadden laatst afgelopen maand hadden we de Hanuman Chalisa. Dat wordt elk jaar gevierd, is de Hanuman Festival. En toen werd het echt groot gevierd, echt groot, en dan bedoel ik echt groot. En toen vroeg de organisatie dat Suriname, wij inheemse van Suriname, de openingsceremonie moesten doen met gebed en zang. Dat hebben we ook gedaan. Natuurlijk ook de aanwezigen, zoals de Indiase ambassade, die was ook daar, een delegatie. En die vond het ook heel prachtig. En wat ik daarop wil wijzen is dat Trinidad ook ons laat zien, de Hindustanse vereniging, is dat de Hindustanen of de Hindustanse cultuur, de hindoeïsme en de inheemse cultuur, ze zijn één. De puja hebben wij, dan heb je dan de payai. Je hebt bijvoorbeeld alle rituelen worden op zijn de rituelen worden op hun manier gedaan en het valt ook bijna hetzelfde ook op, als die van ons. Waarom zeg ik dat? Zij vinden dat de hindoeïsme met spiritueel bezig zijn. Als je over spiritueel praat, dan is het innerlijk. En dan als je over innerlijk praat, dan praat je tegelijkertijd met moeder natuur, natuurlijk. En de hindoeïsme is daarmee. Dan zijn ze altijd met moeder aarde in contact, samen met het universum. Zo ook de inheemse op hun manier. Dan heb je dan het rook, je hebt dan de maraca bijvoorbeeld. Maar dan heb je dan de pandit die met de mantra begint. En dan heb je bijvoorbeeld een belletje. Snap je? En het heeft een hele materie erachter. En waardoor de Hindustanse organisatie sterk achter de inheemse organisatie ook staat. Ze brengen ons altijd mee, dat heeft de president ook ons uitgelegd. En wat het mooiste daarvan was, vorig jaar, zelfs van het jaar ook tijdens onze workshop, moesten we in een mandir bidden. We moesten gewoon voorin staan en dan deden wij ook zo'n opening. En dat was heel mooi. Hier in Suriname zie je dat niet. Of niet dat ze het niet ziet, maar ze zijn er niet bewust om dat te doen. Of ze staan er niet bij stil wat hun cultuur, wat hun traditie is. Men denkt, ja, je bent een Indiaan of je bent een Hindustaan. En dat is jouw cultuur. Nee. Maar als je veel dieper gaat om te kijken wat het eigenlijk inhoudt,
Dan pas kan je over spiritualiteit praten. Dan pas kan je over cultuur praten. Dan pas kan je over je echte je traditie praten en je cultuur uitwisselen. Want als je geen weet daarvoor hebt, je moet zelfs liefde daarvoor hebben. Als je dat zelfs niet weet, als je identiteit niet kent, hoe verder? Gaat iemand anders dat voor jou zoeken? Nee. Dan ben je een verloren, stam of een... Ja, natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt wat je allemaal zegt. Ik vind het mooi om te horen. Jullie zijn helemaal enthousiast ook als jullie erover vertellen. Mm. Maar het is jammer dat jullie niet zo enthousiast zijn als jullie over Suriname praten. Nee. Als er wat activiteiten betreft en de ondersteuning voor het cultuuroverdracht natuurlijk. Want het is ook namelijk zo van vele Indiaanse, moet ik het zo zeggen, ja. Vele Indiaanse jongeren spreken hun taal niet, toch? En het is vervelend. En daar gebeurt het al. Wanneer de jongeren, of laat zeggen de inheemse jongeren, niet hun taal meer machtig zijn of helemaal niet meer praten, daar is waar het al begint dat hun cultuur, hun traditie al doodgaat. En als het helemaal doodgaat, je kan je 10 keren zoveel mogelijk Indiaan of inheems of een Karaïb of Kalinja of Arawak noemen, maar je kent er niets van. Wie ben je dan? Hoe kan je jezelf identificeren? En als je taal kent, dat is de sleutel van jouw cultuur, al je traditie overdracht. Ja. Heel anders kan je niet. Nee. Als je dat alleen hebt, dan heb je geen vragen meer daaraan. Dat klopt. En in het kader van de excuses die zijn gemaakt, toch? Er komt wel wat... Komt nog, volgens mij dit jaar of volgend jaar, komt er vanuit de Nederlandse regering nog meer geld binnen. Mm-hmm. Hoe staat de inheemse gemeenschap daar tegenover? Zijn ze ready om zeg maar, ja, met dat vraagstuk om te gaan van, hey, er komt een bedrag binnen en wat gaan we daarmee doen? Want als ik het nu zo hoor, zijn heel veel mensen niet op de hoogte van het fonds wat nu is. En ja, ik vraag me af, hoe staat de inheemse groep daar tegenover? Zo, ik praat dan van mijn kant hoor. Ik vind, als alle inheemse organisaties een eenheid hebben, dan heb je eenheid maakt macht. Er gaat altijd een samenwerking zijn. Je gaat altijd een oplossing zoeken voor onze inheemse. Voel je mee? Natuurlijk ga je dan dat wat er wordt aangeboden vanuit het buitenland voor de inheemse wijs gebruiken. Ja. Maar dat wat u ook daarnet hebt aangehaald, is voor ons nieuw. Hebben zij als de leider, of zij, die leiders, hebben zij hun mindset goed gezet voor hun mensen? Snap je? Gebruik het voor je eigen? Nou, dan daar gaat het al mis. Snap je? Maar meen je het zoals ik voor mijn mensen althans meen. Ik meen het heel veel met ze. Nou, er kunnen altijd dingen verkeerd gaan, natuurlijk. We zijn niet perfect. Maar er moet altijd een respect hebben. Begin altijd bij je eigen, bij je cultuur, je traditie, je mens. Bewaar hen. Ja. Weet je wat het mooiste... Weet je wat men of de meeste inheemse niet bewust zijn? Wij zijn die nog... overleefd hebben van het hele genocide. Waarom probeer je dat niet te koesteren? Waarom geef je dat niet een empowerment om hoger te komen? En al deze gelden kunnen ons hoger brengen. Yeah. Om het technische gedeelte een beetje op gang te brengen. Maar ja. Ik kan het wel zijn over hierover ook toe. Misschien is het duidelijk, kan de leiders van UNO, de Sabatori, die zie ook toe. Isabi, en kan de AD ook toe gaan, dat zou dit doen, maar UNO dit op hoogte kan hebben. Dus if de kiesie, oké, mooi en waar, maar van hieruit dat ik doe een oproep, dat ik met trainingen, workshop. En het was dan ook toe, een workshop, dat we doen workshop, we doen voor 1, 2, 3, bakalati. Waar we light trainingen, maar nooit Yeshua resultaat.
Alle workshop, 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 training, training, maar nooit resultaten. Dus daarom ik minu aan mek a workshop sami go doen na training dan minu aan mek a dede. Minu aan mek a alif, alif bar. Dus daarom a initiatief sami teki fuka bendaro. Dus het kan nog door. Het moet doorgaan. Dus dat die, dus van hieruit, te asan kong, dan wel, de moest betrekken de inheemse groepen ook toe. Kawina groepen, om een culturele groepen, ja, om een kawina groepen, ja. De leiders moest makkar, no, hey, zo was Sander. Zou doen, oh, we zetten een project, uno, ala de pokum, ala den, want, echt, no, was mani wader, uno, vooral te play poku. Poku, ano fu, vreek je schrijf eigenlijk. Poku, nou, na je hobby, isabi, dus, imloba poku. In een band, go maar money, nee. Je go in one band, omdat je loba poko na je hobby, isabi. Dus van hier uit dat je asande, make me contact naar uno ook toe. Ja. Nou, dan gaan we afronden. We kijken uit naar jullie volgende bezoek naar Trinidad, waar jullie Suriname weer heel mooi gaan uitdragen. En ik wil jullie ook vragen om af te sluiten, sinds het heeft geopend. Deze maracas zijn. Ik kan vinden Baraka die zit naar onze sponsor, mevrouw Bolman, Adejana Wakapasi. En ja, je ziet naar Podosiri dat je dan met je eng, Sanskrit dat je. Dus je ziet Amaraka, ik kan bijna dat je dan Aketi, Luka Keti ja. Dus dankzij mevrouw Bolman, dan Ade Korermi. En Milo ben dat nou een power ba, gewa in himse vrouw zij waarder wa in himse artiest. En dank u wel mevrouw Bolman. En natuurlijk dan Mio Bari ook toe, de buitenlandse fans voor mij. Ja, mevrouw Rachel Jeffrey, meer bekend als Curano, mi gewa in himse naam. Adete naar Engeland, als studer last af ook toe. En Mio ja, dan nou ook de wat transmission ook toe. Dus Mio Big Open ook toe van hieruit. Dat was leuk, af mooi. Dan. Tamaku yoga. Ero alote, yasagago, papo potonogo, nanana chebikaine, ero interview malo. Yoga roda, kanya bomirapa, sedapuyarapa yoga. Hoi borigase. Anuana tamoro, kaburala le dane, napoli moro waera. Anuana tamoro, kaburarare dane, napoli moro aera. Anuana tamoro, kaburarare dane, napoli moro aera. Koi borigase. Nou, dit was het voor deze uitzending van DTV. Ik ben Natasja Conrad, achter de camera Berto. Fijne dag.